Goeiedag, dit is Mister Media. Vandaag Geuzeveld Slotermeer. Een werkbezoek van het CDA, maar voor ons ook reden om eens te gaan kijken. Het thema van de vernieuwingen in deze buurt is van tuinstad naar parkstad. Wat ons nu zo interesseert, bedoelt men daarmee dat uiteindelijk alle auto's uit Amsterdam in deze buurt moeten gaan parkeren? Of is er een ander idee over een parkstad? Moet dat een rustige, leuke, wat welvarende buurt worden dan wat we nu hebben? Want, dat is de vrees, een buurt zoals Geuzeveld, Slotermeer en de andere westelijke tuinsteden hebben de neiging te verworden tot een soort ghetto's. Leuke, aardige ghetto's vol met allochtonen, bomen, parken. En het ziet er heel aardig uit, maar onder de oppervlakte toch wat problemen. Van tuinstad naar parkstad. We gaan eens voor u kijken. Samen met de CDA-kaderleden. En mevrouw Van Dichelen, lid van de PvdA en dames bestuur. Die heeft wonen, werken, verkeer, economische zaken en milieu. Ik wil in ieder geval iets vertellen over een algemeen beeld van het stadsdeel. In 1995 waren hier ongeveer 38.000 inwoners, waarvan 38% van oorsprong niet-Nederlandse afkomst. Die mensen wonen met elkaar in ongeveer 16.000 woningen. En de woningvoorraad is hier tamelijk eenzijdig samengesteld. 80% van de woningen heeft een huur beneden de 570 gulden en behoort dus tot de kernvoorraad. Zoals Lokkebol net al heeft gezegd, is dit stadsdeel na de Tweede Wereldoorlog als eerste gebouwd als onderdeel van het algemeen uitbreidingsplan. Wat je nu ziet in het stadsdeel, en dat zijn echt recente ontwikkelingen, die nopen echt toe dat er een aantal dingen gebeuren. Allereerst, ik zal ze even kort opnoemen, de groei van het gemiddeld inkomen is hier lager dan in overige Amsterdam. De groei van het werkloosheidscijfer is hoger. Ongeveer 30% van de bevolking is op dit moment werkloos. Er vindt hier vergrijzing plaats. We hebben meer mensen boven de 65 dan in andere stadsdelen van Amsterdam. De kwaliteit, de aantrekkelijkheid van de woningen, die verschilt nogal. Er zijn wel ontzettend lage huren, ik heb dat net al aangegeven. Maar ja, wat wil een gezin met twee kinderen op een vierkamerwoning van 55 vierkante meter? En wat je dan ook ziet is dat in sommige gedeelten van de stadsdeel sprake is van overbewoning en dat leidt weer tot allerlei problemen op straat. Conclusie, en dat is een conclusie die hier ook in de stadsdeelraad is getrokken, in sommige buurten is er echt sprake van een verminderende leefbaarheid en de gevoelens van onveiligheid nemen bij de bevolking toe. Dat staat lijnrecht tegenover de werkelijke cijfers over inbraak, tasjesroof en dergelijke. Dat heeft ertoe geleid dat het stadsdeel heeft besloten beleidsmatig eigenlijk twee dingen te doen. Op de korte termijn de buurtgerichte aanpak. Daarbij heeft elke dagelijks bestuurder van het stadsdeel een aantal wijken in het stadsdeel waar je met de mensen praat en probeert om met die mensen te praten over samenleven, samenwonen. En ook probeert om vooroordelen over elkaar weg te nemen. Dat is beleid op de korte termijn. En het beleid op de langere termijn is een aanpak van het stadsdeel om het weer toe te snijden op de 21ste eeuw. Nou, dat probleem speelt natuurlijk niet alleen in dit stadsdeel, maar ook in de andere westelijke stadsdelen. En dat heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in 1994 heeft besloten een stuurgroep in te stellen waarin het college van burgemeester en wethouders participeert en de verschillende leden van het dagelijks bestuur van de vier westelijke tuinsteden. Die stuurgroep laat allerlei studies verrichten. Er is een studie verricht naar woningdifferentiatie, hoe je woningen door middel van oplagen, hoekoplossingen, uitbreidingen op de begane grond groter kunt maken en ook weer de relatie tussen de woning en de openbare ruimte kunt herstellen. Er is een studie verschenen en daar ziet u hier de tentoonstelling van tuinstad naar parkstad. Een herijking van de gedachte van het algemeen uitbreidingsplan, ook het toesnijden van de westelijke tuinsteden op de 21ste eeuw. Omdat de ideeën waaruit het AUP is ontworpen, de wijkgedachte, dat is dus allemaal veranderd. De bevolking is veranderd en de wijkgedachte als zodanig slaat niet meer zo aan bij de bewoners.
Een laatste studie die verschenen is, is een studie over hoe mensen die hier wonen, dat zijn diepte-interviews, het begrip tuinstad ervaren. En daaruit blijkt dat het meer is dan alleen de graspriet en de bomen. Dat is één kant. En verder heeft de stuurgroep afgesproken dat elk stadsdeel een buurt uitkiest waar geëxperimenteerd wordt in de aanpak hoe je aan stedelijke vernieuwing kunt doen. In dit stadsdeel is dat buurt 9 geworden. We gaan daar straks naartoe bij de Ruister-Berenbroekstraat. De buurt heeft een eenzijdig woningvoorraad. 90% van de woningen behoort tot de kernvoorraad. Je kunt constateren, en u kunt het straks zelf ook zien, dat de openbare ruimte slecht gebruikt wordt. En ook, dat moet ik wel toegeven, in het verleden slecht onderhouden is. Er is bij dat voorbeeldproject geëxperimenteerd met participatie van bewoners van begin af aan om bewoners te laten meedenken over de 21ste eeuw. Dat is niet een eclatant succes geweest, maar daar gaan we wel mee door. In ieder geval is het nu duidelijk dat de politiek gekozen heeft na een sterkte-zwakte-analyse voor een ingrijpende aanpak. Dat zal ook in sommige gevallen betekenen sloop-nieuwbouw. Bij één onderdeel van die buurt is dat al gebeurd. De aanleunwoningen bij het nieuwe verzorgingshuis, daarvan is politieke meerderheid om daar sloopnieuwbouw toe te passen. Welke problemen verwacht ik nu verder bij de aanpak van die buurt? Nou, het zal duidelijk zijn hoe concreter de plannen worden en als er sloopnieuwbouw is, dan organiseer je het maatschappelijk verzet, dat is één. En twee, ik denk dat er financiële problemen gaan komen. Waarbij zowel het stadsdeel als de corporatie als ook de gemeente wel heeft aangegeven daarin te willen bijdragen. Maar ik vraag me af of we dat allemaal rond kunnen breien. Nog even los, en daar wilde ik mee besluiten, van de politieke situatie. In de stadsdeelraad zitten twee wijkbelangenpartijen. Leefbaar Geuzenmeer, Geusveld, Slachtermeer met 5 zetels. En Niveau, de nieuwe volksvertegenwoordigers, met 3. Die hebben dus 8 van de 25 zetels. Het is wel volstrekt duidelijk, als het op moeilijke besluiten aan gaat komen, dat die partijen kiezen voor de kortere termijn. En ik denk dat bij de andere partijen dus echt ook de taak ligt om die langere termijn duidelijk te maken. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Daar wilde ik mee besluiten. Mevrouw van Dichtelen, hartelijk dank. Misschien al vragen aan mevrouw van Dichtelen. Kunt u iets zeggen wat de belangrijkste instrumenten zijn die u gaat hanteren? Van tuinstad naar parkstad. Bijvoorbeeld ten aanzien van de menging huur en koop. Ja. Tenminste, ik neem aan dat u dat daar een keuze moet. Ja, wij hebben in ons nieuwbouwprogramma al gekozen met name voor koop. En dan met name koop zo richting de 2 ton. Als je hier verder de buurt 9 gaat aanpakken, zul je dus of woningen kunnen samenvoegen, dan wordt de huur hoger. Bij sloopnieuwbouw kan ik me ook voorstellen, met name om niet alleen gemengde woningvoorraad te krijgen, maar ook een gemengde bevolking, dat er wordt gekozen voor koopwoningen. En dat is natuurlijk draagvlak voor? Op zich wel. Maar hoe concreter het wordt, wat ik net zei, hoe moeilijker het wordt, denk ik. En met name, het bekendste voorbeeld hier in het stadsel is de Dorrelbuurt, achter de burgemeester de Vluchtlaan. En dat kun je dus gewoon ook zien op straat. Het stikt daar van de kinderen en mensen hebben ontzettend veel last van elkaar. Maar daar hebben we zeker ook een CDA gedacht. Dat is een CDA. Daar is ook niks mis. Ik denk dat we daar enige traditie in hebben in Nederland. Want ik bedoel, de Amsterdamse straten zijn op die manier eerdere decennia op die manier bevolkt geweest. Maar ik dacht ook aan vormen van overbewoning dat er ook anderen mee introkken. Want je hoort soms gevallen. Ja, die hoor ik ook. Maar wat daar nou de waarheid van is, dat weet ik dus gewoon niet. En daar heeft natuurlijk de woningbouwvereniging. Ja, de eerste verantwoordelijkheid. Alleen het probleem is, we hebben hier te maken in het stadsdeel met 15 corporaties. Aanvankelijk waren het er 18, maar nu zijn het er 15. Want een paar zijn met elkaar gefuseerd. En per corporatie verschilt nogal de manier waarop dat wordt aangepakt. De samenwerking met de corporaties is goed, wat deze plannen betreft? Genomen, wel, maar met sommigen wat beter dan met anderen. Ja. 95, want dat zijn de laatst bekende cijfers, 38.000 inwoners die met elkaar wonen in ongeveer 16.000 woningen. 38% van de inwoners is van oorsprong niet Nederlandse afkomst en het werkloosheidscijfer ligt rond de 30%. En aan de andere kant de vergrijzing. Wij hebben de eer de meeste mensen boven de 65 procentueel te huisvesten in dit stadsdeel. Maar dat gaat erg snel veranderen. In 2002, 2003 zullen we niet meer koploper zijn wat dat betreft.
CDA-werkbezoek aan Amsterdam. Ja. Heer, maar u wandelt nu rond in een buurt waar, dit heet Geuzeveld. Ja. Waar kijkt u naar? Nou, ik kijk met verwondering nog eens naar toch de stedenbouwkundige kwaliteit die het algemene uitbreidingsplan Amsterdam, wat was 1935 uit de jaren 30 heeft. Het is toch ruim opgezet met veel groen. Dat neemt niet weg dat er ook grote problemen zijn. De woningen zijn vaak te klein. Het is eenzijdig. Er is te veel van hetzelfde. Werkloosheid hoor ik. Soms overbewoning. Kunt u het ook zien? Nee, als je dit vergelijkt, als je hier doorheen wandelt, dan komt het ook dat zonnetje mooi schijnt. Dus en met het mooie groen aan de bomen van het voorjaar. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Toch zit hier in deze buurt 38% ja. Allochtonen, 30% ja. Werkloosheid. Ja, dus ook problemen, nadrukkelijk. Dus er is geen problematiek om scholen te sluiten omdat er geen kinderen zijn. Dat is het tegenovergestelde. Er moeten gewoon leslokalen bij omdat er veel jonge kinderen zijn. Iets doen aan de eenzijdigheid begrijp ik van het stadsdeelraadbestuur. Dus dat is de taak van het stadsdeel? Ook meer verkopen, niet alleen van hun, ook van woningbouwverenigingen. En van anderen betrokken in de wijk. Ja, probeer gewoon die kwaliteit die deze wijk van ouds heeft uit te buiten, te benutten. Door sommige woningen te vergroten. In de mix tussen huur en koop wat meer koopmogelijkheden te bieden. Zodat mensen, als ze wat meer verdienen, of beide gaan verdienen. En wat groter en duurder willen wonen, niet per se de wijk uit hoeven. En ik begrijp ook dat koopprojecten, we kwamen daar net een tegen. Op het terrein van een voormalig verzorgingstehuis, dat koopwoningen ook zo weg zijn. Dan krijg je een betere menging in de buurt en een beter draagvlak. Nou is een van de problemen ook de werkeloosheid. Dit zijn slaapsteden, hier wonen mensen en er wordt nauwelijks gewerkt. Een gebouw zoals we hier net zagen, waar je desnoods nog een soort bedrijf zou kunnen vormen, dat gaat dan misschien ook weg. Is er geen beleid nodig om in deze buurt kleinschalig iets aan bedrijvigheid te gaan doen? Als ik hier verantwoordelijkheid zou hebben, zou ik daar zonder meer voor kiezen. Dat je op dit soort plekken waar je de kans hebt, tot een gemengde bestemming komt, dat je inspeelt op de behoefte die er in de wijk is. Ik hoor ook van de stadsdeelraadwethouder dat men denkt aan ambachtelijke bedrijfjes. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want u hebt gelijk. Dat als je naar de oorsprong kijkt, dat een van de nadelige punten naast alle kwaliteiten die dit soort tuinsteden heeft, dat het karakter van slaapstad heeft. En als je daarin kunt veranderen, bij kunt sturen, is dat alleen maar winst. Vanaf het Haagse niveau naar beneden kijken, betekent dat je dus bijvoorbeeld vestigingsvergunning, vestigingsbeleid, hinderwet toestanden, dat je daar zeg maar iets mee zult moeten doen. Ja, nou, ik vind dat de steden, dat is de algemene opvatting van ons als CDA, dat je de besturen in de steden armslag moet geven. Dat ze moeten kunnen besturen, natuurlijk binnen grenzen altijd van de wet, maar dat je ze armslag moet geven om op maat te besturen, zowel in financiële zin. Dat je niet allerlei regelingen moet hebben, maar dat er geld is bijvoorbeeld via het stadsvernieuwingsmiddelen die gedecentraliseerd zijn. En dat je ze anderszins ook een stuk armslag moet geven. Even heel praktisch. Stel dat hier op de hoek iemand wil een schoenmakerij beginnen. Ja. Iets wat voor de buurt werkt, maar daar moet hij bij hameren. Dat deden we vroeger ook, toen zeiden we niks, maar nou mag dat niet. Maar ik ben hier in Amsterdam in de jaren 60 komen wonen en dan ben je s'morgen wel eens wakker omdat er s'morgens om 6 uur of 5:30 voor de melkboer beneden wat kratten toen nog niet van plastic neergezet werden. Dat rammelde er dan even. Ja, ik geloof dat in de stad. En als dat nou die hamer is van die schoenmaker, die ruimte moet geven. Maar het is ook heel waardevol dat je niet de stad in hoeft, maar dat je hier om de hoek dat soort voorzieningen kunt hebben. Dus er zou een stuk ruimte voor moeten zijn. Meneer Heerma, we zien u later vandaag nog. CDA werkbezoek, rondkijken, proeven, snuiven. Ja. En gelukkig is het mooi weer. Ja, zeker, het is prima weer voor het werkbezoek. Dank u wel. De politiek kijkt rond, maar wij kijken ook even rond, achter de schermen. Meneer Snijder, u bent van Quantum en u heeft een winkel midden in Geuzeveld. Nou, zijn een van de problemen in deze buurt is dat er heel veel allochtone mensen wonen. Merkt u dat in uw winkel? Dat vertaalt zich inderdaad wel naar het percentage wat wij in de winkel krijgen. Ik denk dat mijn gemiddeld 60% van mijn klanten allochtoon is. En dat betekent ook andere producten? Nee. Wij zijn dus een discounter. We hebben dus gewoon een formule over heel Nederland. En daar maken wij geen uitzondering in. Verkoopt u meer, zeg maar, Persische tapijten dan? Nee, dat niet. Wij zijn dus echt op de woninginrichting. En om te zeggen, alleen wij hebben dus het voordeel. Wij zijn dus een discounter. We zitten dus wel op de lage prijsklasse. En dat past goed in deze buurt? Ja, dat ben ik voor overtuigd. Ja. Als je nou... We lopen rond in deze buurt en er zijn relatief weinig grote winkels.
bij de opzet van deze tuinsteden is gekozen voor een klein winkelcentrumtje en heel weinig buurtwinkels? Dat durf ik zo niet te zeggen. Wat ik, maar u zegt weinig grote winkels, maar we hebben op de Burgemeester Vluchtlaan natuurlijk een kijkshop, een HEMA, een V&D. Ja, dus een concentratie van wat grote winkels bij elkaar. Ja. Parkeerprobleem, waar iedereen over praat in de binnenstad, heeft u dat hier? Dat is hier echt een krim. We hebben hier achter het plein 45 hebben we dan een bescheiden ruimte. Maar als je dus echt met goederen zit, waar gesjouwd mee moet worden, dat is echt een krim hierom. En u doet in tapijten, in de woninginrichting? In de woninginrichting, dus ook wel het zwaardere spullen. Criminaliteit. Mensen denken altijd, veel allochtonen is veel criminaliteit. Merkt u dat nou? Nee. Als ik dat vertaal niet naar allochtoon toe. Wat je natuurlijk wel merkt, dat is de junk, zoals we ze noemen. Maar dat is niet zozeer de Marokkaanse, de Turkse of de andere medewoners. Het is niet meer criminaliteit dan je zou verwachten? Nee, niet dat je zou verwachten. De politie. We zien hier relatief veel politie en die rijden ook rustig fietsjes rond en zo. Is een goede... Daar hebben we goed contact mee. Als er eens een keer een probleempje is, dan zijn ze altijd snel te plaatsen. En ze zijn ook wel duidelijk aanwezig altijd hier. Ja. Zo rondlopen, krijgen jullie die deut dat zo'n tuinstad eigenlijk helemaal niet zo'n slechte plek is om te wonen? Ik vind zelf ook van niet hoor. Dus als ik ook kijk, een tuinstad, bijvoorbeeld een Noord of hier in een West, Oud-West, het is het grote West, is op zich helemaal niet slecht om te wonen. Nee. Oké, we praten even met iemand die dag en dag hier zaken doet in Geuzeveld. Nou, ik merk het bijvoorbeeld op school bij mijn dochter. Die zit op een school waar 99% buitenlandse kinderen zijn. En dat betekent dat er bijvoorbeeld geen Nederlands goed wordt geleerd of zo? Nee, die kinderen spreken geen goed Nederlands, nee. Omdat ze thuis, ja, ze gaan naar school en daar... En dan hebben ze sowieso, thuis spreken ze alleen hun eigen taal. Dus als ze naar school gaan, spreken ze even goed geen woord Nederlands. En andere kinderen lijden er wel onder. Is het nou ook zo dat, zeg maar, je hebt Marokkaanse kinderen en je hebt voor mij met Spaanse en Turkse kinderen, dat die groepen niet met elkaar vermengen? Oh jawel hoor, dat wel. Dat wel? Ja, dat vind ik wel. Is het nou zo dat bijvoorbeeld als je Turkse kinderen hebt, dat die ook een beetje Marokkaans leren spreken? Oh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn dochter een paar Marokkaanse woordjes of Turkse woordjes kent. En voor de rest de buurt, qua voorzieningen, qua huizen? Nou, ik vind het prima. Maar wij wonen iets verderop. Dus bij het Slotenplassen, daar is het vrij rustig. En qua voorzieningen, het enige waar we niet mee eens zijn, is dat we maar 2 keer per week vuilnis opgehaald wordt bij ons. Dat hadden ze gewoon van die containers op straat moeten zetten. Ja. Het is in de zomer een zoontje bij elkaar. Dat gaat ruiken en zo, dat is niet... En al die beestjes wat tevoorschijn komen. Oké. Dank u wel. Dank u. Ploeg. Mevrouw Ploeg, ja. U woont in Geuzeveld. Ja, in Slotermeer. In Slotermeer. Ja. En bevalt dat? Ja, prima. Alleen... met veel allochtonen op de trap is het een beetje moeilijker met de oog op schoonhouden. Oh ja. Maar als je het vriendelijk op de schouder tikt, dan gaat het wel een beetje. Nu is het thema van deze buurt op dit moment van tuinstad naar parkstad. Hoe ziet u dat? Ik vind het een mooie kreet. Ja, maar ik heb zo'n idee dat er veel meer woningen bijkomen. Bij mij ook in de buurt. Dat is leuk voor die mensen, maar er is minder groen. Nou, heb ik begrepen dat die woningen die erbij komen, dat zijn vaak koopwoningen en geen huurwoningen. Is het bedoeld om, zeg maar, het pijl van de buurt wat omhoog te trekken? Ja, dat kan wel, maar ik heb AOW en ik heb dus een sociale huurwoning. Hè? En dat is te doen, want ik krijg nog een beetje huursubsidie. Maar ik vind het wordt er niet qua groenvoorziening niet beter op. Hè? We hebben gelukkig nog een park, Slotenpark. He, dat is, en dan heb je nog Spaan en Wouden. Ik heb geen auto, ik heb een fiets. Maar ik vind dat er wel een beetje te veel afgebrokkeld wordt voor de mensen. Maar begrijpt u dat dat bouwen ook in het kader is van het, zeg maar, herstructureren van de economie van deze wijk? Ja, het is nodig. Want de mensen moeten woningen hebben. Hè? Ik bedoel, maar zoals bij het ei en zo. Nou, daar zou ik geen eens willen wonen met het oog op de muggen. Hè? Ja. Maar dit vindt u eigenlijk wel een prettige buurt? Ja, je hebt alles een beetje op loopafstand, een markt en zo. En een goede bus- en tramverbinding, zo praktisch voor de deur bij mij de bus. Hè? En nou wordt er geklaagd over criminaliteit in deze buurt, dus merkt u daar wat van? Ja, want beneden heb ik een snackbar en dus een paar keer ingebroken. En we hadden een drugsverslaafde in het blok
En ik weet niet of hij er nog is, maar ja, daar heb je wel last van. Hè? Ik bedoel, ik heb een box en dan hoop je dat alles goed gaat. Maar er gebeurde wel nare dingen. En ook, nou ja, 's nachts met veel lawaai. Hè? Ik bijvoorbeeld, ja, ik heb er ook een beetje last van beneden. De dingen zijn 1 uur open, maakt ze veel lawaai en er wordt tot 1:30 gerommeld. En de woningen in de Bijlmer zijn van dikker beton dan de mijne. Dus, en ik heb nog goede oren, al ben ik al oud. Dus dan denk je nou. Hè? Maar goed.